Nou, ik ben Lonneke Gerrits en ik ben 19 jaar oud. Ik heb met mijn ouders en mijn broer altijd in Leicester gewoond. Maar we zijn verhuisd naar Westerhoven toe. Verder volg ik naast het sporten ook een studie. Een mbo niveau 4 opleiding van voeding en welzijn. En daarmee hoop ik dit jaar ook mijn diploma af te ronden. Baanwielrennen, ja. En dan de sprint. Er is op Papendal een mogelijkheid om intern te komen wonen. Dus als je geselecteerd wordt, kun je volledig in het programma opgenomen worden en daar zelfstandig komen wonen. Ja, ik ben eigenlijk door dat papa zoveel fietste ook mee gaan fietsen. En mijn broer is ook mee gaan fietsen toen. En we hebben het eerst altijd gewoon met plezier gedaan en als hobby. En toen zijn we in gaan schrijven bij een club, TVC De Kempen. En daar heb ik nog steeds altijd voor mijn plezier gefietst. En als ik een training geen zin had, hoefde ik niet. En als ik wel zin had, gingen we er ook echt voor. En toen hebben we besloten om een keer een wedstrijdje mee te doen. En die ging eigenlijk buiten verwachting heel goed. Daar had ik een vijfde plek toen. En toen was het bij mij wel een drive dat ik dacht van, oh, dit is eigenlijk best wel leuk. Die kan ik wel vaker wedstrijdjes mee gaan doen. En toen zijn papa en mam eigenlijk altijd gewoon overal mee naartoe gereden. En wel met de voorwaarde dat ik ook alles moest geven. Dus ook volle bak moest gaan. En zo is het eigenlijk een beetje verder gegaan. Toen vond ik het veld leuk. Ik deed ook mountainbiken. Een keer de BMX-baan op in Leicester. En toen kwam ik bij de nieuwelingen en toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat er gewoon heel veel valpartijen waren. En dat heeft me toch wel een beetje schrik gegeven. En toen hoorden we van andere mensen dat er in de winter mogelijkheid was om eigenlijk de baan op te gaan. De binnenbaan. En toen zijn papa en ik naar Apeldoorn toe gereden om daar een keer op de baan te fietsen en te kijken hoe het is en of ik het leuk vond. En dat vond ik gelijk al wel heel leuk. Want het enge wat ik vond op de weg was gewoon iedere keer de mensen die in de rem knepen. En op de baan heb je geen rem. Ja, ik krijg wel vaker de vraag van, maar hoe rem je dan? En dat is best wel lastig uit te leggen. Het is eigenlijk gewoon tegendruk geven. Maar ik denk dat het een goed voorbeeld is, een spinningfiets. Die blijft ook doorgaan. En hoe meer je zeg maar gaat minderen in de snelheid, hoe een beetje tegendruk, dan sta je eigenlijk zo stil. Nee, ik zat eigenlijk gewoon nog op een middelbare school. En sportte veel omdat het gewoon leuk was en fijn was. Papa en ik zijn wel samen ook op de baan gaan trainen. En toen zijn we bij een RTC gekomen. Een RTC in Apeldoorn, dat is eigenlijk een regionaal trainingscentrum, ja. En daar heb ik van alles gedaan. Daar heb ik leren koppeltraining, intervallen, alles. Gewoon echt leren fietsen. En toen dacht ik daar ook van, ik ga een keer een wedstrijd meedoen. Dus toen had ik me ingeschreven voor het NK. Duur en sprint. En daar bleek dus iemand aanwezig te zijn die mij in de gaten hield. En toen hebben we een mailtje gekregen met de vraag of ik mee wilde gaan met de talententeam selectie van de sprint. Op de baan naar een trainingskamp toe. Ja, het is een vorm van scouten. Op de baan heb je eigenlijk twee disciplines. Je hebt echt de sprint en de duur.
Dus daarin, ja, dat is ook echt een heel groot verschil. Want de sprint is gewoon mega explosief en is echt wel een krachtsport. En de duur is gewoon echt wel inhoud. En daarin, in de duur zijn er meer onderdelen dan bij de sprint. Nee, ik heb bij het eerste NK duur wel een scratch gereden en een puntenkoers, afvalkoers. Maar ik ben nu echt doelgericht voor de sprint aan het trainen. Nee, ik fiets eigenlijk op de baan echt met plezier. Ik vind alles wel leuk, alle onderdelen. Ik heb ook alle onderdelen wel eigenlijk gereden. Maar ik heb een keer bij een afvalkoers gestaan. En ik wist niet hoe het werkte, maar ik wilde het gewoon een keer doen. En dan krijg je een soort van kastje op je fiets. En als je als laatste over de streep komt, dan gaat dat kastje af. En dan ben je dus ook uit koers. Maar er zitten zoveel technieken en tactieken achter om die race te winnen, die ik gewoon helemaal niet door had. Dus ja, daar ben ik denk ik tot 3 of 4 keer toe als laatst geëindigd. Omdat ik iedere keer onder bleef zitten. En natuurlijk iedereen kan over je heen komen. Dus ik vind nog steeds die onderdelen wel leuk. Ik heb ook toen ik echt voor de duur of bij de sprint opgenomen was in de selectie, nog steeds een onderdeel duur gereden, puur voor het plezier. Maar dat is nu niet meer mogelijk. Omdat ik me zo aan het richten ben en zo aan het trainen ben op de sprint. Op het moment dat ik intern ben gaan wonen, heb ik er dus ook echt voor gekozen om die sprint te gaan doen. Dus de duuronderdelen vallen in principe gewoon weg. En toen heb ik wel wat wedstrijdjes kunnen rijden. Dus ook een keirin, een sprint. Maar door corona zijn heel veel wedstrijden uitgevallen, afgelast. Dus het is heel lastig om daarin dan toch het spelletje door te hebben. Als we een NK of een toernooi hebben, dan is het vaak zo dat er inderdaad een dag keirin is, een dag sprint is, een dag tijdonderdeel. En bij de keirin word je eigenlijk in een heat gezet. En een heat is van 6 personen. En dan voor de start moet je een loodje trekken. En dat bepaalt eigenlijk de positie waarbij je moet starten. En dan stellen we allemaal op. En dan krijgen we te horen van Keirin, de Dernie zit in de baan. En zodra die voorbij komt, mogen wij aansluiten. En in de eerste ronde mag niemand wisselen van positie. Moet je op die positie blijven. Maar de Dernie heeft wel genoeg snelheid om gewoon lekker mee te kunnen fietsen. En bij de tweede ronde van dat de Dernie in de baan zit, mag je van positie wisselen. Dus dan kan het al zijn dat mensen er bovendoor komen, je insluiten. Dat zou allemaal kunnen. En dan na 3 rondes verlaat de Dernie de baan en dan is het gewoon wedstrijd. Ja, ik denk wel inderdaad dat ze rond de 45 gemiddeld zitten. Nou, ik vind het heel lekker ruiken. Ik vind de lucht van benzine heel lekker ruiken, ja. Nee, dat is... vind het niet stinken, maar tegenwoordig heb je heel veel elektrische. Die Dernie heeft gewoon één taak, die bepaalt zelf het tempo. Dus de ene Dernie rijdt harder dan de andere bij een wedstrijd. En die heeft gewoon 3 rondes in de baan en dan gaat hij de baan uit. Is wel een goede vraag, maar de gewone Dernie-koers van de duur moeten wel contact hebben met elkaar, omdat anders verloopt het niet. Als het te hard gaat, moet het aangegeven worden, maar bij ons, je kan wel tegen de Dernie schreeuwen, maar die doet er niks mee. Het is leuk en aardig, maar daar gaat niks aan veranderen. Nou ja, toen we de vraag kregen of ik mee wilde naar trainingskamp op Mallorca, had ik wel even een lichte twijfel. Omdat je gaat 2,5 week
naar het buitenland met volledig onbekenden. Want niemand in de selectie kende ik op dat moment. Maar dat was inderdaad wel een uitdaging, dus toen ben ik gegaan. En toen kregen we inderdaad de vraag om op Papendal te komen wonen. En daar hebben we even over nagedacht, maar het leek mij juist wel een hele vette uitdaging die ik niet af kon staan. Die ik gewoon wilde doen. Er wordt eigenlijk wel verwacht van je om in een korte periode heel zelfstandig te worden. Dus het moment dat ik daar woonde, had ik natuurlijk geen rijbewijs. Ik was net 16 geworden. En ik moest naar een nieuwe school. En ik moest met het OV. En dat was echt allemaal even wennen. Maar ik weet ook nog wel, de eerste week dat ik op Papendal woonde, dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Hoe ga ik dit ooit allemaal doen? Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel dankbaar ben voor dat het zo is gelopen, omdat ik ook heel zelfstandig ben geworden. Nou ja, mijn eerste coach, dus degene die mij gescout heeft en mij de kans gegeven heeft, is Steve. En Steve's woorden eigenlijk zijn gewoon kleine stapjes. Totdat je bij het einde komt. Dus die heeft me echt de tijd gegeven, die heeft me laten leren. Die heeft me echt geholpen, zeg maar. Een wattbike is een fiets die je wattages en je omwentelingen, alles meet eigenlijk. En toen werd ik uitgenodigd om een wattbike test te komen doen. En vanuit daar kijken ze eigenlijk van, zit het in je? Heb je het of heb je het niet? En daarin kijken ze naar hoe hard je cadans is, wat je wattages zijn en of ze daar iets mee kunnen. En daar had Steve wel vertrouwen in na het doen van de wattbike test. En daardoor ben ik eigenlijk ook in het programma gekomen. Maar Steve heeft een aanbod toen gekregen om bij Israël te komen coachen. En dat is ook in gang gezet. En toen zaten we eigenlijk een periode zonder coach. Dus toen waren we eigenlijk met een groep minderjarigen, ook een paar ouderen. Zaten we met niks. En moesten we het eigenlijk even zelf doen. Nou, uiteindelijk is daar wel een vervanging voor gekomen. Maar daarin, in die periode, heb ik het wel even een beetje lastig gehad. Ja, waar we eigenlijk alle trainingen mee deden, trainingskampen, waar we mee naar wedstrijden gingen. Dat was echt een soort van team, waren we. We zijn nu nog met 6 over. De rest is er uitgezet of gestopt. Topsport is keihard. De sterkste hoeft zeg maar niet altijd te winnen. De slimste wint ook vaak. En dat is ook wel het gedeelte bij de keirin. De sterkste wint niet altijd. Ik denk wel dat het 50-50 is. Het is gewoon echt 50 mentaal en 50 fysiek. Je moet fysiek zo sterk zijn als je kan. Maar mentaal moet je ook goed zijn. Want je kunt iemand ook, jouw tegenstander kun je ook invloed op hebben. Ja, het is zeg maar zo, wij trainen met z'n allen als team naar een toernooi NK, EK toe. Maar uiteindelijk ben je tegen elkaar, uiteindelijk ben je concurrent. Dus in de trainingen hoort het zo te zijn dat we een team zijn, dat het goed is, dat we elkaar sterker maken. Maar bij een wedstrijd ben je concurrent en moet je tegen elkaar. En op wedstrijden in hotelkamers word je ingedeeld en zit je dus met een tegenstander, maar ook een teamgenoot. Dus vaak zijn de teamonderdelen wel op de eerste dag gepland, dat je als een team ergens naartoe gaat. Maar daarna is het individueel. En dan komt het mentale gedeelte naar boven. Ik denk dat ik wel nog heel veel kan winnen op mentaal.
zeg maar de voorwaarde om op Papendal, of het aanbod van Papendal is wel dat je maandelijks met een life skill coach gesprekken voert. Dat is dus inderdaad het stukje mentaal, hoe het met je gaat, waar je op kan verbeteren, wat jou kan helpen, je ei kwijt kunnen bij iemand. Ja, de ene persoon is daar anders in dan de andere natuurlijk. Mijn gunfactor ligt gewoon redelijk hoog. Dus als ik verlies, dan moet het zo zijn en dan moet je ook weer verder. Je kan niet blijven hangen in het feit dat je verloren hebt. Maar daarin verschilt het nog wel eens, want anderen kunnen daar wel in blijven hangen. En dan is het bij het ontbijt de volgende dag minder gezellig. Nee, dat niet. In een wedstrijd is het wel gewoon, je wil gewoon winnen. Maar het is meer in trainingsgedeelte en ik gun het anderen ook. Het is niet dat ik alleen maar ik en de rest kan stikken. Mijn vader heeft eigenlijk in Dirk Bellemakers zijn tijd, dat hij ook op hoog niveau fietste, hem geholpen en ondersteund, zeg maar, in financieel gebied. En Dirk heeft altijd gezegd dat als ik op hoog niveau ga sporten, hij mij daarin ook zal helpen. Dus weet ik niet zo goed. Ik heb wel een aantal banen al opgereden, maar nog niet heel veel. Ook op een buitenbaan gereden, wedstrijd op gehad. Maar ja, ik kan zo niet echt zeggen wat mijn beste baan is. Nou ja, we zijn natuurlijk wel begonnen in Apeldoorn. En daar was de sfeer gelijk goed. De beheerder van Omnisport had ik gelijk een goede klik mee en nog steeds. En die motiveert mij ook wel op trainingen, wedstrijden, alles. En eigenlijk trainen we daar nu ook wekelijks. Dus we moeten gewoon 3 keer in de week naar Apeldoorn toe voor te trainen. Dus ik denk wel dat dat een beetje een thuisbaan is of zo. We hebben nu sinds kort een nieuwe coach. Met ook zo zijn eigen visie op de sport. Bas de Bever. Ja, die is sinds kort actief bij ons. En daarin zijn we nu heel erg zoekende. En ik denk echt dat het wel gewoon positief gaat werken. En ik heb er wel vertrouwen in. Maar de weken nu voor mij zitten best vol. Ik rij eigenlijk zondagavond meestal terug naar Papendal toe. Omdat ik maandagochtend training heb om 9 uur. En dat kan nogal eens verschillen, maar vaak is dat explosieve training op de fiets wel. Ja, op het terrein. Ja, en of het is een ritje van een uur met herstel, fietsen, in beweging zijn. Of het is een andere speelse manier met wat te maken heeft met de fiets. En op de dinsdag is het eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Ochtendtraining, middagschool. En dan na school is het in de middag hebben we krachttraining op Papendal. Dus gaan we echt aan de gang met de kracht en in de sportschool eigenlijk. Dus met gewichten aan de slag. Woensdag is het ochtend vrij, maar zit ik aan school, middag baantraining weer. En dan donderdag hebben we ook een krachttraining en studie. En op de vrijdag hebben we in de ochtend in principe ook weer op de fiets oefeningen en 's middags een baantraining. En zaterdagochtend hebben we een krachttraining. En daarna half uur ongeveer herstel, zodat je tot rust kan komen. En op de zondag hebben we meestal rustdag. Het onderhoud van mijn fiets
Ja, zou ik eigenlijk misschien iets beter moeten doen? Want ik ben nogal geneigd om die fiets te laten staan en de volgende keer denken, oh ja, kan nog wel een keer. Die hoef ik niet te poetsen. En dan neem ik hem mee naar huis en dan schrikken mensen nog wel eens. Maar het onderhoud van de fiets is dus met bereik. Ja, we leren natuurlijk wel facetten wisselen. Het wisselen met de fiets, inderdaad. We krijgen wel vanuit de selectie een frame waarop wij mogen rijden. In bruikleen eigenlijk. Maar verder is eigenlijk het aanschaffen van onderdelen en alles is in principe op eigen kosten. Gewoon. Dus ook een wielrenfiets, zodat we buiten kunnen fietsen, is gewoon je eigen verantwoording. In bruikleen de baanfiets, een wielrenfiets, mountainbike, een soort van BMX fiets hebben we in de winkel staan. Een fiets om naar school te fietsen. Ja, het lijkt mij gewoon wel heel vet om de overstap naar topsport te mogen maken. En te blijven groeien. En de grootste droom is gewoon op de Olympische Spelen staan en een gouden medaille. In Nederland kom je eigenlijk heel vaak dezelfde tegen op wedstrijden. En kun je van tevoren al een schatting maken met hoe de wedstrijd gaat lopen. Maar internationaal is het wel een ding. Dan is het redelijk bekend. Best wel veel deelnemers. En ook hele sterke. De Britten zijn sterk. De Duitsers. Polen. Er zijn wel een aantal landen die echt de Fransen. Ja, over limieten gesproken van de afgelopen jaren hebben we testdagen. Omdat de wedstrijden konden we het niet laten zien, hadden we geen mogelijkheid. Dus met testdagen krijg je de kans om op een 200 meter of op een 500 meter te laten zien dat je het kan en dat je dat limiet kan halen. Hoe ze nu kijken naar progressie is eigenlijk of jij op trainingen, stel je voor de krachttraining, of je in gewicht omhoog gaat, dus dat jouw maxen hoger worden. Of je sneller gaat rijden, of je lichamelijk sterker wordt. Eigenlijk worden alle punten wel meegenomen. We hebben op Papendal een diëtiste, waar we ook naartoe moeten. En dat is om de 2-3 maanden ongeveer. Dan hebben wij een vetmeting en huidplooimeting, alles wordt daar gekeken, je gewicht, je lengte. En zij schrijft inderdaad wel een ideaal voedingspatroon, schema eigenlijk uit voor je. Maar nu is de omgeving ook wel gewoon heel fijn. Omdat op Papendal de kantine waar wij eten en waar we ook 's avonds eten, wordt overal rekening mee gehouden. Dus daarin gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Je gaat dus eigenlijk iets gezonder in die zin leven. Ja, mijn studie past natuurlijk gewoon perfect aan op de sport. De kennis die je eigenlijk opdoet met bijvoorbeeld de eiwitten die je lichaam nodig hebben, kan ik heel makkelijk gebruiken in de voeding die ik tot me neem. Eerlijk gezegd trek ik eigenlijk een beetje mijn eigen plan en zonder ik me wel een beetje af. Ik ben heel erg op mezelf soms. Heeft niet echt een reden. Ik vind het altijd wel gewoon fijn om mijn eigen ding te doen. Niet te veel bezig te zijn met anderen. Ik denk dat het ook een heel groot doel is om ook tegenover mezelf te bewijzen dat het gewoon kan. Dat je het gewoon kan. En dat het eindstation is die ik gewoon heel graag zou bereiken.
Ja, ik kan natuurlijk ook bijna niet anders zeggen dan dat Harry een voorbeeld is, aangezien de prestaties die hij neerzet. Maar ik vind het gewoon inderdaad heel mooi om te zien dat hij gewoon zichzelf blijft en niet naast zijn schoenen gaat lopen. In het begin moest ik het wel echt leren. Want met de trainingen zijn de gewoon zo kort en explosief dat ik dacht, ik heb helemaal niet getraind. Dat stelt niks voor. Maar je leert eigenlijk zo diep gaan dat het gewoon het zuur helemaal in je benen loopt en je gewoon inderdaad gewoon je benen bijna niet kan bewegen. Het zit gewoon zo vol. En dat, je kan soms wel echt zo diep gaan dat het ook gewoon op een gegeven moment je lichaam zegt van zo, dat is genoeg voor vandaag. En ik vind het gewoon heerlijk om helemaal gewoon tot het einde te gaan, tot het uiterste. Gewoon tot ik eigenlijk niet meer kan. Dat is wel een goede vraag. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je de dag al meteen goed start. Je ontbijt is al een heel belangrijk gedeelte van de wedstrijddag. En op een sprintdag begin je met een 200 meter, waarmee je kwalificeert voor het toernooi. Dus dan heb je eigenlijk al een inspanning gehad. En om je voor te bereiden op die inspanning hebben we ook een gerichte warming-up daarvoor. Waar we eigenlijk anderhalf uur van tevoren al mee starten. Zodat we zeker weten warm zijn voor die 200 meter. We hebben taxrollers, rollenbanken. En daar fietsen we op warm. En als het kan gebruiken we de baan ook nog. Maar die is niet altijd open daarvoor. Maar na een 200 meter of na een sprintrit is het gewoon belangrijk om dat zuur even eruit te fietsen eigenlijk. Maar nou heb ik eigenlijk wel het voordeel dat ik heel snel herstel en heel goed herstel. Ja, op de baan doen we inderdaad, gebruiken we ook azijn voor de banden. Voor de wedstrijd maken ze eigenlijk de banden schoon met het azijn, zodat het een beetje plakt, zeg maar, aan de baan en het minder glad wordt. Ik vind altijd op een wedstrijddag eten heel lastig, omdat de zenuwen en alles komt eigenlijk meekijken. Dus is het gewoon belangrijk dat je op een wedstrijddag op tijd opstaat en het ontbijt eigenlijk al 2,5 tot 3 uur voor de inspanning gehad hebt. Zodat je de energie inderdaad gewoon wel in je hebt. En de koolhydraten die je nodig hebt voor de energie. Maar het is ook belangrijk om daartussendoor eigenlijk die koolhydraten aan te blijven vullen om ook de energie te behouden. En daarin heb ik wel een beetje een weg gevonden hoe ik dat invul met een wedstrijddag. We hebben geen trainingen in Suplas. We hebben wel gewoon ooit bij RTC-training in ieder geval een soort van techniektraining gedaan. Dat je echt met de baan speelt en die dingen. Maar eigenlijk is wanneer ik Suplas oefen, is het of met papa of gewoon een keer voor de lol zelf op de baan. Maar ik denk dat je wel gewoon, ik denk wel dat ik de fietsbeheersing heb. Ik zou wel Suplas kunnen staan. Het is zeg maar bij mij zo dat ik niet heel snel Suplas zou gaan staan. Omdat we al een bepaald verzet erop hebben liggen. En ik nog niet explosief genoeg ben om dat in één keer op gang te trekken. Dus voor mij is het gunstig om wel al een bepaalde snelheid te hebben voordat ik hem echt aan zou gaan. En voor mijn 200 meter rijd ik als verzet 53-13. Bij de finish heb ik nooit echt schrik. Het is eerder dat ik schrik krijg in een keirin als mensen te dicht bij je inhalen of acties maken die je niet aanziet komen.
dan heb ik wel eens ooit dat ik denk van, oké. Maar verder moet ik zeggen dat de schrik er eigenlijk wel uit is. Ja, je hebt in wedstrijden echt wel ooit dat je je afvraagt wat diegene nu eigenlijk aan het doen is. Bij ons is een geschreven regel dat je onder rood mag je niet in. Als diegene onder rood zit, mag jij niet inhalen onderdoor. En er zijn wel mensen die zo'n actie maken tegen de regels in. Of mensen die ineens heel fel sturen zonder reden. Dat er niks gebeurt, maar dan ineens uit het niks. Dus dat is wel eens ooit schrikken. We zitten nu bij de elite vrouwenrijdenwedstrijden. En als je je kwalificeert, het werkt zeg maar zo dat degene die het hardst rijdt, dus de snelste tijd heeft gezet, moet tegen degene die de langzaamste tijd heeft gezet. Dus daarin is het gewoon nu echt nog dat je hoopt te leren van de acties. Maar het is gewoon moeilijk om dat sprinttoernooi echt af te maken. Maar het is wel inderdaad, als ik bij de streep sta, dan bij de start, dan denk ik wel van nu moet het gebeuren.